Hammers 11 ook hier in de finale. En die man aan de binnenkant. Oh, oppakken. Het was net niet hoog genoeg. Maar kan hij wel de koppositie pakken? Dan moet hij iedereen hier omhoog rijden. En dat doet hij hoor. Ja, dat weet hij als geen ander hoor. Maxje Wormgoor. Hij heeft hier de leiding te pakken. Dan krijgt hij een Devio Haaksbergen met zich mee. En ik gok even dat het Sander Bos is. Sander Bos is namelijk de man met 354. En hij zou dan op positie nummer 2 rijden. Al hebben we natuurlijk ook 371 met Jorg Ormans nog in de baan. We gaan in ieder geval ook kijken naar positie nummer 3. Want die komt hier vandaan hoor. Juri Silanus. Hij wist alles nog te winnen. En nu moet hij even zijn meer trekken. En die man uit Denemswaard, Max Wormgoor. En we gaan kijken als ze richting die scherpe bochten weer gaan. Want daar kunnen de aanvallen plaatsvinden. Of zitten de gaten tussen. Ja hoor, het is weer 2 meter afstand. En dan is er weer geen aanval aan de binnenkant. En dan is het nu treintje rijden richting de finish. Kijken of de conditie goed genoeg is. Want nu gaat die verzuring opspelen hoor. Gaan die kopjes naar beneden. Schudden ze halen heen en weer. En dan zien we inderdaad Bos op 2. Finales op 3. En geen wijziging meer hoor. Geen wijziging meer. Is het Max Wormgoor, winnaar jongens 11 jaar.